In de video van vandaag heb ik weer een hele nieuwe collectie om aan jullie te laten zien. Het is de Liquid Metal Collection van Loveness. Dit is een speciale collectie met kleinere flesjes. Dit zijn de Special Edition Minis. Je ziet ze hier aan de achterkant ook. Daar zie je alle namen en een beetje de kleuren. Maar ik ga ze zo meteen natuurlijk laten zien. Het zijn dus iets kleinere flesjes. Ik zal het even vergelijken. Het zit in een heel mooi doosje. En hier zie je dus de kleinere flesjes. Ik ga ze er even uithalen. En hier zie je ze dus staan. Ik zal even ter vergelijking een ander flesje erbij pakken. Dus je ziet dat het echt wel kleinere flesjes zijn. Hier zit 7 ml in, terwijl hier 15 ml in zit. Dus het is echt wel de helft kleiner. Dit zijn dus ook de Special Edition Minis. Daarom staat hier ook een SEM-nummer voor. Dus dit is nummer 7. Er is al eerder zo'n collectie uitgekomen met deze kleinere flesjes. En dit is dus de Metal Collectie. En hij is echt zo ontzettend mooi. Ik ga je nu eerst gewoon weer alle swatches laten zien, zoals altijd. En daarna kom ik weer eventjes terug om er wat meer over te vertellen. Nou, hoe mooi dit is. Ik vind het echt weer een topcollectie. De kleuren zijn echt zo ontzettend mooi. Ik ga ze proberen een beetje te draaien, zodat je ook echt goed die glitters en die glans ziet. Het zijn hele fijne glitterdeeltjes. Het lijkt ook wel een beetje of dat er echt van die stukjes in zitten. Ze liggen wel echt super plat op de nagels. Je voelt ze absoluut niet. Het lakt ook heel erg fijn. Ik hoop dat je dat net een beetje goed hebt kunnen zien. En ik hoop dat je nu ook goed kan zien hoe echt die glans is. Het is echt wel een heel apart soort lak. Een hele aparte structuur. Ik vind het echt super mooi. De kleuren zijn echt wel verschillend. De laatste drie lijken misschien op de camera wat meer op elkaar. Maar in het echt zie je duidelijk wel de verschillen. Natuurlijk is het heel erg mooi om deze kleuren gewoon over 10 nagels te doen. Maar ik denk dat dit vooral ook heel mooi is om een accentnagel mee te maken. Dus als je bijvoorbeeld een mooie herfstkleur hebt, een mooie bruin of een mooie bordeaux. Dan kun je natuurlijk heel goed dit soort kleurtjes nog erbij doen. Gewoon als 1 of 2 accentnagels. Ook kun je met deze gel polishes wel een soort glitterfade maken. Volgens mij hebben ze op de Instagram van Bibi's Beauty and Supplies ook al een aantal afbeeldingen, mooie foto's gemaakt met deze kleuren. En daar had ik ook ergens een glitterfade mee gezien. En die was ook zo ontzettend mooi. Dus dat kan je ook zeker wel doen. De kleuren zijn ook echt super dekkend. Je zag net tijdens het filmen van de swatches dat ik een eerste laagje aanbracht. En ja, dat was eigenlijk gewoon bij alle kleuren gewoon mooi dekkend. Ik heb er wel zoals altijd weer een tweede laagje overheen gedaan. Maar één laagje was eigenlijk ook al prima dekkend. En doordat die dus zo dekkend is, kun je mooi aan de kant bijvoorbeeld van de nagelriem wat dekkender aanbrengen en het mooi naar beneden laten faden, zodat je een mooie glitterfade hebt. Dus daar kun je deze ook prima voor gebruiken. Zoals ik al zei, zijn deze potjes een stuk kleiner. Het scheelt de helft met de grotere flesjes. En op zich is dat prima, want zoals ik al zei, als je deze kleuren gewoon als een accentnagel gebruikt, dan ga je hier natuurlijk niet zo snel doorheen
als de grotere flesjes. Maar er zit natuurlijk wel gewoon meer dan genoeg in om er meerdere setjes mee te maken. Ik vind het echt wel weer een topcollectie voor nu, voor deze tijd van het jaar, de herfstmaanden. Maar ook zeker straks met de feestdagen. Zoals ik al zei, gewoon als een accentnagel. Of klanten die normaal gesproken misschien meer gewoon een rustigere kleur hebben of één kleur. Die vinden het juist wel leuk misschien om zoiets te doen. Je hoeft dan dus niet met allerlei losse glitters te werken. Je hoeft niet per se nail art te doen. Maar één of twee van dit soort metallic nagels. Ja, dat is natuurlijk super mooi. Ik zal nog even snel de kleuren laten zien. Of even de namen erbij noemen. De eerste is Cuprum. Cuprum, dat is koper staat dat voor. Nou vind ik die eerste kleur wel wat meer goud. Ik weet niet of het echt koper is. Maar soms als je hem in het licht ziet wel. Maar hij is echt wel de meest gouden van allemaal. De tweede is Smoked Bronze. En dat vind ik ook echt een hele mooie. De derde is Burnt Steel. En dat is de donkere van het stijl. Ja, ook heel erg mooi hoor. Die zal ook heel mooi bij bruin zijn en bij donkerrood. Vind ik echt een hele mooie kleur. De vierde is Galvanized. En ja, dat vind ik ook een hele mooie kleur. Dat is echt een beetje meer zilver. Maar dat lijkt wel of er een beetje een paarsige gloed in zit. Dus als jij iets van een paarse nagel maakt, dan denk ik dat je deze daar ook gewoon mooi bij kan combineren. De ene laatste is Rose Metal. En ja, dat is ook echt een mooi hoor. Eigenlijk zijn ze allemaal hetzelfde qua structuur en substantie. Maar ze hebben allemaal net een andere tint. Dus die Rose Metal die zou ik dan inderdaad combineren met wat meer rozere tinten. En de laatste is Dyna Steel. En dat is wel de meest zilveren van het stijl. Dus die kun je ook heel leuk met zwart combineren. En inderdaad, ik heb heel veel klanten die gewoon van zilver houden. Dus dan is die ook hartstikke mooi. Ja, ik vind het echt een hele mooie collectie hoor. Ik hoop dat je de glans en de glitters goed kan zien zo. Ik ga er zeker nog mooie foto's van maken. Dus op mijn Instagram zie je er nog meer foto's van. En dan kun je het misschien net iets duidelijker zien. En ik ga ook proberen om buiten wat foto's te maken. Zodat je misschien nog beter die glans kan zien. Deze nieuwe collectie is natuurlijk ook weer verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. De link van de webshop zal ik onder deze video zetten. Maar natuurlijk zijn alle producten van Loveness ook verkrijgbaar via alle distributeurs. Mocht je nog vragen hebben over deze collectie, stel ze gerust bij de reacties hieronder. Zoals ik al zei, volg me via Instagram om nog meer foto's te zien van deze collectie. En waarschijnlijk zul je deze kleuren ook wel snel voorbij zien komen op mijn klanten. Want ik weet nu al dat er heel veel klanten zijn die hier net zo verliefd op worden als ik. Als je de video leuk vond, doe dan weer je duimpje omhoog. En dan wil ik je natuurlijk weer bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer.